Hoi en welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Sebastiaan en vandaag gaan we het hebben over de geheimtaal van de examinator. Ik ga jullie precies uitleggen waar je op moet letten als hij je opdrachten geeft, zodat jij beter voorbereid bent op wat er komen gaat. Nou, voordat we aan deze video gaan beginnen, wil ik je nog wel even vragen te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En natuurlijk een blauw duimpje omhoog achter te laten als je deze video zometeen aan het einde waardevol vond. Nou, laten we dan maar gewoon aan de video gaan beginnen. Het allereerste is misschien wel de meest voorkomende, is het gewoon het linksaf en rechts afslaan. Nou, dat moet je zo zien. Als je zometeen je rijbewijs hebt en je rijdt in je eentje, ja, dan zal er waarschijnlijk niemand tegen jou zeggen je moet links of rechts af. En dan moet je dat gewoon zelf uitzoeken of je weet de weg natuurlijk. Maar dat betekent dat je zelf ook moet gaan timen wanneer je moet beginnen met kijken en je richting aan moet geven. Nou, op het moment dat je gaat afrijden, zegt de examinator tegen jou, we gaan links of rechts af. Ja, dat is heel duidelijk, dat is een simpele opdracht, er zitten geen haakjes of oogjes aan, het is gewoon rechtsaf. Dus dat betekent niet de tweede of de derde, of mogelijkheid bewijzen, daar komen we zo even op, maar gewoon links of rechts afslaan. Dus eerste kruispunt, links of rechts. Examinator zegt dat op een moment waarvan hij vindt, als jij nu begint met voorbereiden, geef ik jou genoeg tijd om dat op te lossen. Dus begin dan ook met voorbereiden. Dus op het moment dat de examinator tegen jou zegt, we gaan linksaf of rechtsaf, gelijk binnenspiegel, buitenspiegel, schouder, richting aan. Tuurlijk, dat kan ook bij je rijinstructeur, doe je hetzelfde. Maar gewoon op het moment dat je de opdracht krijgt, links of rechtsaf, gelijk beginnen aan je voorbereiding. Gewoon yes sir, ik noem dat ook wel kijk op commando in de auto. Op het moment dat tegen mijn leerlingen zeggen rechts of links, dan kijken ze altijd gelijk, doen ze gelijk de richting aan. Want dan weet jij dat je naar links gaat, communiceer het dan ook gelijk naar het andere verkeer. Nou, zoals jullie gewend zijn, gaan we weer praktijkvoorbeeldjes doen. Dus ik ga jullie gewoon laten zien wat ik bedoel en hoe het er in de praktijk uitziet. Gaan we lekker in beweging komen en dan gaan we zo naar de volgende puntjes. Nou, we gaan dit dus linksaf, binnen, buiten, schouder, richting aan naar links. Kijk op commando. Zodra je de opdracht krijgt, ga je hem gelijk uitvoeren. We gaan rechtsaf. Ook hier weer, kijk op commando. Binnen, buiten, schouder. Yes sir, rechtsaf. Gelijk die richting aan. Dan pas eigenlijk kan je een beetje kijken waar zit het dan precies. Oh, het is hier. Nou, dan kan je gewoon netjes rechtsaf slaan. Gaan we linksaf. Oké, 1, 2, 3, richting aan. Waar is linksaf precies dan? Oh, daar. Het is heel simpel, heel duidelijk. Super makkelijk om toe te passen in de praktijk. En het is gelijk winst die je pakt. Op het moment dat je gelijk die kijktechniek mee begint, heb je vroegtijdig je richting aan. Je bent vroegtijdig begonnen met het kijken. Waardoor je op het einde gewoon meer ruimte overhoudt. Nou, nogmaals links. En dan gaan we het maar hebben over het volgende puntje. Want ik denk dat deze wel voor zich spreekt. En dat is wanneer je een dubbele opdracht krijgt. Of nou ja, dubbele opdrachten gaan we zo naartoe. Ik zou hem even anders benoemen. Er zijn verschillende mogelijkheden. We kunnen linksaf, maar we kunnen ook bij de eerste mogelijkheid naar links. En we kunnen ook aan het einde van deze straat naar links. We gaan eerst beginnen even met mogelijkheid. Want wat moet je nou doen op het moment dat de examinator tegen jou zegt, we gaan de eerste mogelijkheid naar links. Er zit een daadwerkelijke verschil in met we gaan linksaf. Het woordje mogelijk is erbij aangevoegd. Dus dat betekent dat op het moment dat hij zegt mogelijkheid, dat je wel eventjes moet opletten waar je daadwerkelijk wel of niet naar binnen kan. Dus we gaan zometeen de eerste mogelijkheid naar links. Nou, in dit geval binnen, buiten, schouder, geen richting aan. Want het is mogelijkheid. Dus je kan hem wel aandoen, is niet verplicht. Dus ik ga nu kijken. Mogelijkheid, kunnen we hier naar links? Nee. Nou, de eerste mogelijkheid is dus hier. Dus ik ga deze straat ga ik in. Omdat de examinator tegen mij mogelijkheid zei, was ik dus wat extra alert. Want ik wist van, nou ja, dat zal misschien dan niet het eerste straatje zijn. Gelijk je kijktechniek. Want op het moment dat je te horen krijgt, we gaan links of rechtsaf, is het altijd interessant om direct te beginnen met, wat rijdt er naast me? Links of wel rechts? Gelijk altijd daarna zoeken. Maar hou dus met die mogelijkheid de rekening mee dat het misschien niet altijd direct kan. Dan gaan we naar de volgende. En dat is dus aan het einde van deze straat gaan we links. Nou, examinator kan daar tegen jou zeggen, we gaan linksaf. Doe natuurlijk gelijk. Maar op het moment dat hij zegt, we gaan aan het einde van deze straat naar links, dan is de kans heel groot dat er nog wat zijstraten zijn. Dus net als bij mogelijkheid, kijk je gelijk in je spiegels. Want je wil altijd op het moment dat je naar linksaf moet, of naar rechtsaf, wil je gelijk weten wat zit ernaast me. Maar je geeft nog niet je richting aan. Want als het pas aan het einde, als het bij het einde van deze straat is, dan betekent dat er waarschijnlijk nog iets tussen zit. Zoals bijvoorbeeld hier.
Hè, anders als dat niet zo was geweest, had de examinator gewoon tegen jou gezegd, we gaan linksaf. Hè, want we kunnen gelijk de eerste afslaan. Nou, jullie snappen het idee. Ja, ik kan wel even wachten tot die camper voorbij is, maar dat voegt ook niet heel veel toe aan de video. Ik ga natuurlijk aan het einde links, omdat ik zeg aan het einde van de straat. Dus dat betekent dat we net zo lang doorrijden tot je niet verder kan en dan dus links afslaan. In dit geval, aangezien we er nu toch zijn, dit is het einde van de straat. Oké, binnen, buiten, schouder, gaan we naar links. Dus linksaf, rechtsaf, gelijk je kijktechniek uitvoeren, richting aan. Eerste mogelijkheid, gelijk kijken. Kan je je richting aandoen, hoeft niet per se. Let wel goed op, want ik heb expres gezegd mogelijkheid, dus daar moet je goed op letten. En aan het einde van deze straat, dan is de kans wel heel groot dat er nog wat zijstraatjes bij liggen. Waardoor je dus op dat moment niet gelijk de eerste moet nemen, maar dus echt aan het einde weer niet verder kan. Dit kan bijvoorbeeld ook, aan het einde gaan we rechts. Nou ja, in dit geval einde, prima, binnen, buiten, schouder. Dus ga het niet overdenken. Luister wel goed wat de examinator zegt, maar het is natuurlijk niet verplicht dat een examinator het op deze manier zegt. De kans is alleen wel erg groot. Nou, ik ga naar de volgende voorbeeldjes, naar de dubbele opdrachten. Oké, nou de eerste dubbele opdracht die we krijgen is bijvoorbeeld, we gaan linksaf en direct daarna weer linksaf of bijvoorbeeld rechtsaf. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Je krijgt de opdracht, we gaan linksaf en direct daarna weer linksaf. Dus linksaf, en omdat hij zegt direct, betekent het vaak dat je kort daarna weer linksaf moet slaan. He, dus net als in deze situatie, zorg ervoor dat je dan wat rustiger rijdt als normaal. He, zodat je de tijd hebt om te kijken, om netjes weer linksaf te kunnen slaan. He, dus we krijgen een dubbele opdracht en zit het woord direct erbij. He, dus we gaan linksaf en direct daarna weer links. Zorg ervoor dat je dat dan rustig uitvoert. He, zorg dat het tempo wat naar beneden gaat. Zorg dat je de tijd hebt om dat te kunnen controleren. Ja, dus nogmaals een voorbeeld, dubbele opdracht. We gaan rechtsaf en daarna gelijk linksaf. Dus we gaan rechts. Oké, yes sir. 1, 2, 3, richting aan. Dus rechtsaf. Nou, in dit geval lijkt het een soort van rechtdoor, maar dat kon je van tevoren niet weten. Gelijk linksaf, dus die doet hem rustig aan. Gaan we de tweede mogelijkheid, gaan we naar rechts. Nou ja, we hebben hier de eerste mogelijkheid. Dus de tweede mogelijkheid is hier, gaan we naar rechts. We gaan op de rotonde rechtdoor en daarna gelijk naar links. Nou, dat weet je ook weer, dus gelijk staat erbij. Dus ik ga op de rotonde rechtdoor, rustig aan. En daarna ga ik gelijk naar links. Dus ik moet hier rustig rijden. Oh ja, en dus hier gelijk, krap erin. Ja, dus door het woordje gelijk weet je al van, nou, ik krijg die dubbele opdracht. Ik moet rustig aandoen. Nou, nu rijden we dus op een 50 weg en dan gaan we het hebben over een dubbele opdracht op een 50 weg. Bij de verkeerslichten gaan we rechtsaf en daarna gaan we gelijk linksaf. Nou, dus gelijk die kijktechniek uitvoeren. Komen we op de verkeerslichten af. We gaan rechts. En daarna gelijk linksaf. Nou, vind ik het even mooi dat hij op oranje komt. Dan heb ik wat meer tijd om dat uit te leggen. En dus wanneer je rechtsaf gaat en gelijk naar links moet, dan is het belangrijk dat je dus juist de auto voorsorteert. Nou, bij deze verkeerslichten heb je één verkeerslicht wat naar links gaat en één verkeerslicht wat naar rechts gaat. Dus in de basis, er gaat één baan naar rechts. Nou is het zo dat als we de bocht uitkomen, dat er twee rijstroken zijn. Dat betekent dat je bij het uitkomen van de bocht gelijk mag kiezen op welke rijstrook je uit wil komen. Nou, in deze situatie, we gaan naar rechts, maar we willen daarna gelijk naar links. Dus wat we doen, is we laten de auto uitlopen naar de linker rijstrook, zodat we links uitkomen en vanaf daar dus gewoon gemakkelijker links af kunnen slaan. He, zeker met een lesauto, op het moment dat je rechts uit de bocht komt, dus je maakt een korte bocht naar rechts, dan zullen auto's die achter jou rijden, zullen geneigd zijn, en dat mogen ze, om die bocht ruim te maken om op de linker rijstrook uit te komen. Dus wanneer je bij verkeerslichten staat en er is één baan die naar rechts gaat en je komt op twee banen uit, dan mag je zelf kiezen op welke baan je terecht komt. En gaan er twee banen naar rechts en je komt op twee verkeerslichten of twee rijstroken naar rechts bij het verkeerslicht en je komt twee banen ook uit, dan moet je natuurlijk je eigen rijstrook houden. Maar in dit geval mocht ik kiezen en ik kies er dus voor om links te gaan rijden, want je krijgt die opdracht mee om daarna links te gaan. Kom je op de rechter rijstrook uit, mag ook, geen probleem, maar dan zal je zien dat mensen jou inhalen en dat je daar dan wel moeite moet doen om ertussen te komen, terwijl je het gewoon in eigen hand had door de bocht ruimer te maken.
Nou, gaan we even naar het volgende voorbeeldje toe en dan zie ik jullie daar weer. Nou, dan zijn we het volgende voorbeeld. We gaan linksaf en daarna gaan we weer linksaf. Ik sta hier weer bij de verkeerslichten. Er zijn één baan voor links, één baan voor rechts. Nou, omdat er maar één baan naar links is. En er zijn meerdere rijstroken waar ik op uit kan komen. Mag ik weer kiezen welke rijstrook ik in dit geval neem? Nou, logisch. We gaan naar links, daarna gelijk weer links. Dus als het even kan, wil ik ook op de linker rijstrook uitkomen. Zodat ik daarna weer niet van de rijstrook hoef te wisselen. Nou, we rijden hier dus weg. Groen. We gaan linksaf en gelijk weer links. En normaal gesproken laat je hem naar buiten lopen. Dit keer hou ik de bocht tot korte. Ik ga op de linker rijstrook rijden. Ik zie in de verte waar het al links is. Dus ik moest links en links. Dus kijk op commando in eigen hoofd. Moet ik links afslaan? 1, 2, 3. Richting aan. Dus op die manier maak je het zelf gewoon een stuk makkelijker. En wat ik al zeg. In principe zegt de examinator het eigenlijk voor. Want op het moment dat je zelf auto rijdt. En je moet dan deze kant op, dan moet je het zelf nadenken van ik moet gewoon links en dan kom je de bocht uit en denk je, oh ja, ik moet links. Maar als je gewoon goed luistert, dan zegt de examinator het ook wat met meer nadruk. We gaan linksaf gelijk weer links of we gaan linksaf en dan rechts. Zorg er dan voor dat je gelijk op de goede rijstrook terecht komt. Nou, dat zijn een beetje die dubbele opdrachten die je kan verwachten. En dan gaan we nu door naar het volgende of de volgende situatie. Yes, zijn we bij het volgende voorbeeldje aangekomen en dit is een beetje een speciale. Want wat moet je nou doen als de examinator niks zegt? Nou, normaal gesproken geen gehoor, rechtdoor. Maar wat nou als je niet rechtdoor mag? Nou, in deze situatie zie je dus op tijd dat je bijvoorbeeld niet rechtdoor mag. Dan moet je dus goed om je heen kijken. Waar ga ik heen? Neem de tijd. Ik mag zo naar links. Als dat ik naar rechts mag, moet ik het eigenlijk andersom zeggen, anders klinkt het zo gek. Ik mag naar links. Als ik dan naar rechts mag, dus dan kies je gewoon een kant. Neem gewoon de tijd, stop even. Dus in straat of bijvoorbeeld in een splitsing. Als de examinator niks zegt, hetzelfde als bijvoorbeeld hier. Ik mag niet rechtdoor. Examinator houdt zijn mond. Dan is dus de kans aanwezig dat je bijvoorbeeld maar één kant op mag. Nou, in deze situatie kom je weer aanrijden. Je neemt je tijd. Ik mag naar links, dat is een eenrichtingsstraat. Ik kan naar rechts, maar dat is doodlopend. Dus in dit geval sla ik links af. Dus geen gehoor is rechtdoor. Maar kom je op een splitsing of op een straat waar je bijvoorbeeld niet in mag, ja, dan moet je even tempo terugnemen. Kijk eerst even goed wat wel en niet mag en neem daaruit je beslissing. Het is bij mij ook wel eens voorgekomen dat een leerling dacht, oh, ik mag niet rechtdoor, ik ga maar gewoon naar links. Nou, zonder dat goed te controleren, rij je zo'n straat in waar je niet in mag, ja, dan is ook gelijk het examen afgelopen. Want als jij een straat inrijdt waar je niet in mag, of wat doodlopend, nou, doodlopend kan natuurlijk wel, dat moet ik gelijk zeggen, dan moet je gewoon keren. Maar als je er niet in mag, er is een verbod en je rijdt die straat in, ja, je kan natuurlijk niet tegen het verkeer inrijden op het examen. Dus let goed op, kom je op een soort van splitsing, kom je op een kruispunt waar je niet rechtdoor mag en de examinator zegt niks, dan moet je zelf even goed opletten welke kant je op mag. Gelijke tip voor iedereen, het is vaak op het moment dat je op tijd ziet dat je een straat niet in mag, vraag dan direct aan de examinator welke kant je op moet. Dus blijft hij stil, zegt hij niks en mag je de straat niet in, ga niet twijfelen, ga niet afwachten, vraag gelijk waar moet ik heen. Nou, zoals bijvoorbeeld nu, we rijden voor ons is een doodlopende straat. Kunnen naar rechts of naar links. Dus ik wacht hier even, kijk. Nou, naar links mag ik sowieso. Nou, daar hangt hier een bord. En dan kan ik nog niet zo goed zien dat je niet die kant op mag. Dus we gaan gewoon met de weg mee, de logische route. Nou, zoals je ziet, ook ik haal mijn tempo eruit. Ik kijk even waar ik heen mag. En ik ga op die manier verder. Dus zegt een examinator niks. 9 van de 10 keer, geen gehoor rechtdoor. Maar is de splitsing en kan je alleen naar links of naar rechts? Of zie je dat je die straat niet in mag rijden? Stop dan even, kijk goed. We doen niet aan casino rood-zwart. We gaan gewoon stilstaan. We kijken even rustig. We maken een plannetje. En we kiezen vanuit daar welke kanten op gaan. Nou, dan gaan we nu door naar een opdracht of een opmerking die je kan krijgen bij bijzondere verrichtingen. Nou, het volgende voorbeeld waar we het even over gaan hebben, en ik zal de auto eerst even stoppen, is dus die bijzondere verrichtingen. Nou, zoals jullie weten, op het moment dat de examinator je een opdracht geeft, dus bijvoorbeeld keren door middel van de halve draai, of de U-bocht, hoe je hem ook wil noemen, dan zal de examinator zeggen, nou, je mag in deze straat een U-bocht uitvoeren. Nou, het kan zijn dat de examinator daar wat aan toevoegt. Dus bijvoorbeeld, je hebt de hele straat, of je mag ergens in deze straat keren door middel van de U-bocht. Nou, daar wil hij eigenlijk, is niet altijd zo, maar wat ik daar uithaal, is dat hij eigenlijk bedoelt van, ik heb jullie geleerd, gelijk stoppen, richting aangeven, erover nadenken. Maar vaak betekent het wel dat als je stilstaat, dat er misschien verderop betere mogelijkheden zijn. Dus op het moment dat wij deze straat inrijden en hij zegt, nou, we gaan in deze straat keren door middel van de U-bocht.
binnen, buiten, schouder, richting aan hem stoppen gelijk. Maar omdat hij erbij heeft gezegd, gebruik daar, je hebt de hele straat ervoor. Of hè, iets in die richting. Dan zou ik, als ik stil zat, zou ik denken, ja, hij zei wel de hele straat. Dus misschien is er verderop, geldt natuurlijk altijd. En niet alleen als hij dat zegt. Is er misschien verderop betere ruimte. Hè? Dus dan zou ik zeggen, nou nu, misschien niet ideaal hier. Dus ik rijd nog wat verder door. Hè? Ik kijk wat verder als mijn neus lang is. Ik heb daar namelijk de hele straat voor. En ik blijf nu in dezelfde straat rijden. Het houdt dezelfde straatnaam. Dus ik ga verderop kijken of er een beter plekje is. Nou, in dit geval is er een betere plek, mits het niet dat deze man direct op het kruispunt parkeert en geen 5 meter afstand houdt. Nou, nog altijd beter dan waar we net waren. Ja, dus ik zal voor het voorbeeld over die U-bocht draaien. Goed naar rechts, diep indraaien, omgooien naar links. Om je heen blijven kijken en dan kan je hem afmaken. Ja, dus op het moment dat een examinator tegen jou zegt, we gaan in deze straat en daar heb je de hele straat voor, keer er door midden van de halve draai. Of we gaan in deze straat of je hebt de hele straat daarvoor. Parkeren. Zorg er dan voor dat je natuurlijk direct stopt zoals ik jullie aangeleerd heb. Gelijk in je spiegels kijken, stil gaan staan, kan je erover nadenken. Maar onthoud altijd, op het moment dat je ergens de hele straat voor hebt, gebruik dan ook de hele straat. Het hoeft niet binnen 2 meter te gebeuren. Stop de auto, kijk even. Heb je een heel mooi plekje? Gebruik hem dan zeker. Maar denk van ja, het is hier allemaal kut. Gewoon doorrijden. Gewoon verder gaan. Gewoon zoeken naar een betere plek. Nou, even een voorbeeldje nog. We gaan linksaf. Yes sir, 1, 2, 3, richting aan. En nadat je links afgeslagen bent, mag je in die straat parkeren. Daar heb je de hele straat voor. Dus dat betekent, nadat we links af zijn gegaan, gaan we parkeren. Dus ik stop gelijk, ik luister naar die dubbele opdracht. Voor mij is het linksaf en gelijk parkeren. Betekent voor mij linksaf en gelijk stoppen, zodat ik erover na kan denken. Ik sta stil, je hebt er de hele straat voor. Oh ja, wacht even, ik heb de hele straat, het is hier druk. Tuurlijk, hele straat. Ik ga gewoon even een stukje verder rijden, want hier is het gewoon, ja, er is gewoon weinig. Er is enkel plekje, of niet eens, er staat een container zelfs. Maar ik heb de hele straat, dus ik ga wat verder. Ik stop hem nog een keer, want ik zie dat hier misschien wat meer ruimte is. Het kan natuurlijk zo zijn dat het verderop ook druk is. Maar zoals je ziet, examinatoren en onder andere, ik weet ook wel waar het vaak wat rustiger is. Ik wist van tevoren ook dat het op het einde rustiger is. Examinator wist dat waarschijnlijk ook, we rijden vaak in het gebied rond. Dus je zal dan zeggen van, je mag in deze straat parkeren, je hebt er de hele straat voor. Of iets in die richting. Het is natuurlijk niet zo dat examinatoren verplicht zijn om bepaalde aanwijzingen of tips en tricks te geven. Maar als je goed luistert, geloof me, ze zitten erin. Dus samenvattend, links of rechtsaf, gelijk spiegelen, richting aangeven. Eerste mogelijkheid, mogelijkheid is vaak niet gelijk. Aan het einde van deze straat, er zitten vaak nog zijstraten tussen. Dubbele opdrachten, we gaan linksaf en daarna gelijk rechts. Direct betekent, doe rustig aan als je in een 30-zone zit. Zit je op 50 of 80 wegen, betekent het vaak dat je je rijstroken, op het moment dat je afslaat, al de goede rijstrook kan pakken. En dan hebben we natuurlijk ook over die bijzondere verrichtingen gehad. Luister goed op het moment dat hij zegt, je hebt de hele straat ervoor. Is vaak een aanwijzing van, ga nou niet gelijk het eerste en beste plekje zoeken, maar wees slim en kijk verder als je neus lang is. Nou, ik hoop dat jullie wat aan deze video gehad hebben. Als je zo ver bent gekomen, je bent nog niet geabonneerd, abonneer nou. Gaat hartstikke lekker, dus word lid van Team Streetwise. Vergeet natuurlijk ook niet dat blauwe duimpje achter te laten, zodat meer mensen mijn video's te zien krijgen. En dan hoop ik jullie gewoon weer te zien bij de volgende video.